Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Het ziet eruit alsof het herfst is. Maar het wordt wel warm. 26 graden. Dus wat trekt men dan aan? Ik heb dus echt geen flauw idee. Daarbij wil ik niet meer van alles gaan vies maken, want vakantie. En ben ik natuurlijk met twee kinderen, dus moet je ook nog een beetje kunnen bewegen erin. Dus ik weet het eventjes gewoon niet eigenlijk. Ik dacht misschien mijn broekpak van de Stradivarius. Eigenlijk dacht ik deze, maar nu dacht ik ja, dat is misschien wel weer te kort voor dit weer. Kortom, ik weet het even niet. Ga ik even over nadenken. Dit weekend hebben wij van alles. Ik ga zo meteen met de kids naar de kapper. Ik ga eigenlijk naar de kapper voor Niels. Ede gaat mee, ja, die heeft gewoon lang haar. Geloof niet dat er heel veel aan hoeft te gebeuren. En dan gaan we daarna even naar mijn beste vriendinnetje. Want die woont in de buurt van de kapper. En die zie ik misschien anders niet meer voor onze vakantie. Want zij gaat ook even een paar dagen weg. Dus we dachten, nou, laten we nog even dit proberen. Morgen hebben we, ja, overdag natuurlijk even schoonmaken en verder niet zoveel. Maar we hebben einde van de dag het feestje van mijn neefje. Heel erg leuk. Alleen, er is regen voorspeld. En ze doen het buiten vanwege corona. Ze hebben daar gewoon een te klein huis voor. Dus het is nog even een beetje de vraag of het doorgaat. En, nou ja, weet je, ik ben echt nog steeds heel erg van 1,5 meter regel. En ik zie dat heel veel mensen zich daar niet meer aan houden. Ik word daar zelf ook raar op aangekeken. Dat ik mijn vrienden en vriendinnen geen knuffels geef. Volgens mij was ik niet scherp net. Maar mijn vrienden en vriendinnen accepteren dat. Maar anderen, zeg maar, van mijn groepjes doen het allemaal wel onderling. Dus ik ben dan, zeg maar, de enige sukkel die het niet doet. Nou begrijpen ze het van mij, hè, want ik ben risicogroep en wil mijn ouders ook beschermen. Maar het is gewoon de regel. En om een van de redenen merk ik dat ik dat zelf dus gewoon niet zo durf te zeggen. En nu was er van de week weer een persconferentie. Dus jullie zien dat al even geleden. Maar ik had wel zoiets van, waarin Rutte ook letterlijk zei van, het is dus niet de bedoeling dat we elkaar gaan knuffelen, ook al vinden we elkaar aardig en vertrouwen we elkaar. Want daar gaat het dus even niet om. Toen dacht ik, ja, dank je. Want ik voel me echt een beetje, ja, oh, daar heb je haar weer, die zich zo streng aan de maatregelen houdt. Ik denk, ja, maar dat is wat er van ons gevraagd wordt. Het is niet heel ingewikkeld. Het is niet dat we de hele dag aardappels moeten eten en moeten schuilen in een kelder. Het is allemaal vrij eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is 1,5 meter afstand te houden. Nou, poep, 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 poep. En natuurlijk zijn er nog meer maatregelen, maar zeg maar, dit is eigenlijk de basisregel. Ja, sorry, ik zeg het misschien iets heel controversieels, maar ik vind het echt zo'n onzin dat daar zo moeilijk over wordt gedaan. En denk ik, kom op mensen. Tuurlijk, ik wil ook het liefst mijn vriendinnetjes knuffelen. Laatst moest een vriendinnetje huilen, ik had hem met alle liefde willen knuffelen. Ik voelde me verschrikkelijk dat het niet kon. Maar dat is gewoon eventjes wat het is, want ik zou me nog veel verschrikkelijker voelen als er iemand in een van onze omgevingen ernstig ziek wordt. Dat is toch veel erger? Nou ja, goed, dat dus. Mijn broertje is ook heel erg zo. Ook omdat hij ook mijn ouders ziet en hij wil mij ook beschermen. Nou ben ik zelf niet zo erg bang, maar ik vind het wel heel lief dat hij dat doet. Dus het is een beetje de vraag in welke vorm het kan doorgaan. Gezien dus het misschien gaat regenen en we dus niet kunnen. Jij hebt het opgemeten? Ja. Uiteindelijk is dit mijn outfit geworden. Dit pekske met driekwart mouwtjes, maar er zit een splitje in en een hele sexy rug. Even laten zien. Ik heb er wel een hemd onder. Dat wil ik niet ingewikkeld maken. Goed, ik ga even één schoentje pakken. Die is weer in de maat groter, dat is niet normaal. Blijf je mee bezig. Maar ja, je kan ook niet te grote schoenen aan, want dan breekt ze de nek. Maar goed, nu zijn het deze reebokjes. Het was heel gezellig met mijn vriendinnetje. Inmiddels hebben ze lekker geslapen. Eén was echt lap toen ik erin legde. Maar na heel wat strijd heeft ze heel lekker geslapen. Dus dat is fijn. En ik wilde eigenlijk naar een stadsrandje gaan, maar dat blijkt dicht te zijn. Dus nu gaan we naar een ander plekje.
En ik ben allemaal boeken aan het verkopen via Bol. Dus moet ik even naar de PostNL punt brengen. En ik heb nu ook verpakkingsmateriaal besteld. Want ik had zeg maar nog wel wat oude dingen liggen. Maar nu... Elin, niet doen. Maar dat is nu een beetje op. Dus nu moet ik nieuw spul hebben. Anders kan ik het niet versturen. Maar goed. Ik voel me wel een soort boekhandel. Maar we hadden heel veel boeken die we eigenlijk niet nog een keer gingen lezen. Maar op een gegeven moment dacht ik, het is gewoon een beetje zonde. Dus ik kan er misschien iets anders blijer mee maken. Dus een deel doe ik naar de kringlopen en een deel verkopen. Niels, die gesp hoef je niet los, liever. Je hoeft alleen maar het klittenbandje los. Wij gaan even vertrekken kijken. Onze guilty pleasure. Het is zaterdag. Het komt echt met bakken uit de lucht. En wij hebben straks de verjaardag van mijn neefje. Kindje van mijn broertje. In het park. Maar wel in Amsterdam. Dus wellicht dat het daar een stuk beter is. Maar hier is het echt. Even kijken wat hier. Kijk, er komt hier gewoon rood overheen. Nou goed, oké. Ik ben benieuwd. Dus dat. En ik ga ook even kijken, want er zou een pakketje worden geleverd. In het kader van mijn boekenverkoop. Er komen dus allemaal enveloppen met van die bubbeltjes, zodat ik de boeken netjes kan versturen. Ja, het kan ergens nu komen. Nou goed, oké. Ik heb hier al cadeautjes staan. Ik neem voor de zekerheid even een mondkapje mee, want ik weet niet. In Amsterdam is het op sommige plekken volgens mij nu verplicht. Ik weet het niet zeker. We gaan gewoon met de auto hoor. Verschoonspullen en drinken en een boek voor mijn schoonzus. En ondertussen is het hier een ravage. Ik ben namelijk alvast even een beetje voorwerk voor de vakantie aan het doen. Want we kunnen best wel weinig bagage meenemen. En ik wil toch even zeker weten dat dat goed gaat. Of dat we toch nog een handbagagekoffertje moeten inchecken. Het voordeel is dan volgens mij wel dat je priority check-in bent. Dus dat je gewoon rustig al kan gaan zitten. Maar goed, verder liever niet, want sleepwerk. Maar ik dacht als ik mijn kleren alvast... Ik heb even een beetje eigenlijk al het zomers uit mijn kast gehaald. En gekeken van wat wil ik meenemen. Ik moet weer even t-shirts pakken. Dus bijvoorbeeld 2 korte broekjes, 2 rokjes en wat jurkjes. En dan natuurlijk verschillende topjes erop. Maar goed, ik moet uit de jurks nog een selectie maken. Want Sven vond ongeveer alles wat ik aan had leuk. Want ik zei, jij moet ons even helpen kiezen van welke je het leuk vindt. Maar ik vond ongeveer alles leuk. Dus dat wordt nog eventjes. Dus, god, dat gaat zo hard een keer. Een broodje hebben. Maar, goed, ik moet even kijken. Dus ja, daar ga ik eventjes mee verder. Dan heb ik een beetje een overzicht van, dit vind ik zeg maar qua denkwerk het lastigste. Qua outfits voor mezelf. Ik heb voor Eden ook al grotendeels aan de kant gehangen. Daar kan ik ook nog wel wat van, afhankelijk van het weer, zeg maar. Kan ik daar nog een beetje uit kiezen. Voor Niels wordt dat lastiger, want daar heb je natuurlijk gewoon t-shirts en broeken. En lange en korte broeken, zeg maar. En misschien een keer een trui. Maar dat gaat eigenlijk, hij gaat natuurlijk nu nog een paar dagen uitlogeren bij mijn schoonhuis. Dus dat gaat allemaal nog mee die kant op. Dus dat is lastiger. En ik moet nog even iets aan over zo meteen, want ik sta nu nog in een hemd en een jongbroek. Maar ja. Dat weet ik dus ook niet helemaal, want met dit weer, wat trek je aan? Goed, ik ga even verder. En deze gaat dan altijd lekker bovenop de stapel zitten, hè? Mensen zijn dat allemaal schoon, ga jij er met je haarbal op zitten? Toppie. Heerlijk. Ik vouw trouwens... ik vouw nu even op meer voor de orde, maar... Ik ga het straks allemaal oprollen in van die bagageorganizers, van die zakken zeg maar. Vind ik altijd heel prettig werken. Maar voor nu doe ik gewoon eventjes stapeltjes maken, dat ik weet wat is. En ook qua onderhemdjes. En ik heb dus allemaal sokken weggegooid, maar ik ben nu mijn halve sokjes kwijt. Ik heb zeg maar van die voetjes, maar ik neem mijn zwarte boots mee en daar heb ik altijd halve sokjes in. Ik ben maar die weggegooid. Ik weet niet waarom. Maar ik dacht, ja, dat doe ik nooit meer onder gimp aan. Maar dat heb ik dus wel altijd in die boots aan. Dus ik moet even zoeken of ik dat nog heb. En anders moet ik er nog even een paar halen. Heel stom. Maar goed, maakt niet uit. Want ik neem dus in ieder geval qua schoenen. 1 paar gimpen mee en slippers.
En ik doe mijn zwarte boots aan, want ik vind zwarte boots heel vaak heel leuk onder korte jurkjes. Er is ook een aantal keer een drupje regen voorspeld, dus dan is het ook wel lekker. Als je gewoon een jurkje hebt met boots, is dat top. En dan gewoon dus een paar basis schimpen en mijn slippers, en dat is voldoende. Ik heb ook een soort maandelijkse sportkleren mee. Je kan daar heel goed sporten, ze hebben daar allemaal sportfaciliteiten, maar ik heb besloten in het kader van weinig spullen meenemen dat ik dat niet ga doen en dat ik gewoon baantjes ga trekken. Want ze hebben ook een heel mooi baantjespad, dus dan is dat mijn sport. Moeten we even kijken of dat allemaal praktisch haalbaar is, want het is echt een immens park en normaal gaat het dus over een treintje heen, maar dat schijnt nu vanwege corona ook wat minder te zijn. Dus ik las al van mensen die dan met hun auto naar het zwembad gaan. Nou, we hebben dus geen auto daar, dus als het heel lang lopen is, dan gaan we denk ik gewoon, ja, misschien dat we dan de hele dag aan het zwembad gaan zitten en dat we dan onze beurt even naar het baantjespad lopen of zo, en dat de kinderen gewoon aan het zwembad slapen. Mijn ervaring is dat de ene dat niet doet, maar ze is ook weer ouder, weet je. Goed. Wij zitten in de auto. Hij is James. Nou, Sam. Maar hier regent het nog, maar dan soms schijnt het wel te zijn, dus ik ben benieuwd. Wel heel leuk om mijn neefje te zien. Dan mag ik nog een snoepje. Nee, lieverd, ik krijg zo taart. Nou, wij zitten in het park. Hey, Jola! En de, oh, en de zon begint te schijnen. Wij lopen weer terug. Kijk, de eendjes slapen. Oh, daar zijn ook eendjes. Zie je dat? Kijk, en daar zijn ook eendjes, Elin. Nou, toen wij heen reden, kwam het echt met bakken uit de lucht. En nu schijnt de zon, dus het feestje was ook heel gezellig. Heel weinig gefilmd, maar het was heel gezellig. En het is nu 6:30, dus we moeten nu echt nog wel even snel iets eten. Maar we hebben daar ook wat gegeten. En dan is het. Maar goed, ze hebben geslapen tussen de middag, dus we hebben een beetje speling. Ja, maar het was heel leuk. Leuk om mijn neefje even te zien. En mijn broer ook, want die had ik echt al heel lang niet gezien. Mijn neef heeft het net nog gezien, maar mijn broer was echt al heel lang geleden. Dus dat is heel leuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ik weet niet of ik het vastgelegd heb, maar ze telt dus tot 20. 1, 2, 3, 4, 5. Bij 10 moet je kozen. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! Zo. Pikachu. Hey, kijk eens, Elin. Elin, kijk, Pikachu. Ja, die mocht Elin, toch, Niels? Ja, maar die alle... Geef hem even, Niels. Geef hem even. Goedemorgen, het is zondag. En wij zijn net even al vroeg op de fiets gesprongen. Want Niels is tegenwoordig van de Pokémon. En hij heeft ook Sven's oude Game Boy waarmee hij Pokémon. En het is heel grappig, want hij kent dus al die dingen. Ja, ik onthoud het. Ik heb niks met Pokémon sowieso. Maar goed, hij onthoudt dus al die poppetjes en zo. Ik vind het heel interessant. En hij heeft een keer, toen hij bij een vriendinnetje aan het spelen was, mocht hij een keer Pokémon kaartjes uitzoeken. En nou zit hij dus elke avond in bed die Pokémon kaartjes te bekijken. Hij heeft een paar gekregen, super lief. En toen stonden we laatst in een speelgoedwinkel voor zijn rugzak. Te lagen naar Pokémon kaartjes. Maar dat was 16 zoveel of zo voor een pakje. En er zaten er een paar in. Zo'n heel klein pakje, zeg maar. Dus hij vroeg dat en toen dacht ze, ja prima. Totdat die man zei 16,95. Nou, nee Niels, dat doen we maar iets niet. Maar toen dacht ik, dat is natuurlijk wel een topding voor op vakantie en zo. Want hij vindt dat dus leuk om ook eindeloos in bed en zo. Gaat hij dan in die kaarten zitten kijken. Net als bijvoorbeeld in zijn Lego boekje.
Dus ik was een beetje op Marktplaats gaan kijken. En nu had ik hier in de buurt, tenminste 20 of zo, had ik echt, wat was het nou, 126 of 136 kaarten voor €19. Ik dacht, nou, dat zijn er heel veel meer dan in de winkel. En die krijgt hij natuurlijk niet allemaal in één keer. Mag hij ze bekijken. Dan mag hij er 10 uitzoeken voor mee naar opa en oma. En dan doe ik er dus nog een aantal straks in zijn koffertje voor vakantie. En dan is dat het eventjes. En het ligt, ze zijn nu blijkbaar op volgorde van de aflevering aan het leggen. Dus welke die dan al kent en welke dan nog niet. Nou, whatever. Maar helemaal prima. Maar dus dan kan hij dan, en dan de rest, dat bewaar ik dan weer voor later een keertje. Maar zei ik, nou, mag Elin er dan ook? Ja, dat mocht. Nou, Elin wilde Pikachu. Dus nou, die zit er gelukkig bij. Dus die heeft haar gekregen. Want hij had al een Pikachu. Dus nou ja, helemaal goed. En Elin was met haar spelletje aan het spelen wat ze van mijn oom heeft. Van mijn oom, van mijn broertje heeft gekregen. Van haar oom. Zometeen gaan we lunchen. Tenminste, nou nu nog niet. Het is nu 10:00. Lunchen. En dan in hun slaapje gaan we naar mijn schoonouders rijden. Dan gaan we daar even op kraam zitten bij mijn nichtje. Die is nu wel 2 maandjes, denk ik. 2,5. En Niels en Sven en Ene zijn al geweest, maar ik was nog niet geweest. En dan ga ik met de trein terug. En vanavond komt Sven ook terug. En dan hij gaat nog even eten bij vrienden en dan bij een vriend. En dan, oh ja, precies, tijd voor de regen. Yes. En dan zijn de kinderen een paar dagen uit logeren. Ik heb gisteren dus al mijn kleren uitgezocht voor vakantie. Heel relaxed gevoel. Nu moet ik nog even kijken qua toiletspullen. Ik heb voor de kinderen al gekeken. Dat hebben we allemaal binnen. Dat is prima. Ik twijfel alleen nog voor Elin misschien een conditioner of zo door haar klit zo. Maar goed. Dus dat gaat allemaal als de bliksem. Elin zit op het potje. En ze zit nu echt... echt serieus, want ze heeft al eens vaker een plasje gedaan. Ik heb een boekje gedaan, ze blijft nu echt zitten. En heel geconcentreerd. Dus ik heb nog een klein geitje voor. Dus ben ik hem zo even inpakken. Want dat vorige keer hebben we ook wat gegeven. Dus ik kon ze niet zo goed linken aan het potje. Maar nu is het echt bezig. Dus ik dacht, het is wel fijn dat ze echt gaan linken. Dat ze snap van, oh. En dan ga ik een stickerkaart maken. Als het er vaker lukt. Ja, de bandenspanning is papa aan het doen. En waarom stelt hij zoiets niet te scherp? Nou, Elin is daar, die wil niet helemaal gaan slapen. Nu ligt al knock-out. En dan gaan wij rijden. Ik heb alles in de laren zeg hier, want ik was alles vergeten op te laden. Mondkapje mee voor de terugweg. Goedemorgen, het is maandag en in alle rust opgestaan. Ook wel eens lekker. Gewoon alleen maar jezelf hoeven klaar te maken. Dus volgens mij stond ik om 7:30 op. Zoiets. En om 7:45 zat ik volgens mij achter mijn laptop. Maar ik bedacht me dat ik volgens mij gisteren helemaal niet meer heb gefilmd. Nou heb ik ook niks meer gedaan. Ja, ik heb April, May, June gekeken, film. En een heel bijzonder avondeten gemaakt. Dat ging al een beetje mis, maar wij niet uit. Niet omdat ik iets verkeerd deed, maar iets wat ik wilde eten bleek over de datum te zijn. En toen moest ik een beetje roeien met de riem die ik had. Vandaag nog werken. Nou, sowieso nog deze week nog werken. Ik moet eventjes bedenken of ik nog een deel van de hele donderdag of een deel van donderdag vrij neem. Ik denk een deel, want ik denk dat ik even probeer om woensdag naar de kapper en zo te gaan. Dus dan denk ik dat ik een deel van de woensdag vrij neem en een deel van de donderdag. Want donderdag is meestal nog wel een drukke dag op werk. Dus het is misschien wel makkelijk als ik er dan een beetje ben. En dan is het bijna vakantietijd. Ik ga dan ook de vlog afsluiten. En ga ik die vanavond bewerken en dan staat het allemaal klaar. En dan is er volgende week geen vlog, maar een extra video. En dat heeft ermee te maken dat ik natuurlijk op vakantie ben. En dan, ik kom op zich zaterdag terug, maar of ik de hele vakantievlog dan voor elkaar krijg met 2 kinderen om me heen en alles.
vind ik wat ambitieus. Dus ik doe gewoon een extra video. En dan weten we in ieder geval zeker dat er een video online komt. Dus dat volgt. Dat wil ik nog even laten weten. Dan ga ik nu echt afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week.